Hey kijkers van mijn kanaal, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Trollenbal Hotel. Ik hoop dat er wat mensen online zijn, want het is een normale schooldag eigenlijk waar ik nu online zit. Het is rond 12:30 en het is op een maandag, dus ja, mensen zijn op school. Ik hoop dat... twee achievements, oh dat is altijd leuk. Oh kijk eens hoe goed ik met mijn dieren, dames en heren. Goed hè. Even kijken hoor, hier heb ik ook nog wat. Voren. Deze van de PA, volgens mij. Daar mag nog wel komen, maar ik mag niet meer kloten, helaas. Laten we naar club. Oh, niemand is een club en niks. Waar gaan we nog meer heen? Zwembad of love. We moeten een vriendin hebben, eerlijk. Maar zoals gewoonlijk zijn er weer allemaal mannen hier, zo allemaal perverts. Die een vriendin zoeken. Ja. Oké. Even kijken. Zien we hier. Lady Eagle. Zo, die ziet er niet. Even, daarom moeten we even mee praten hoor, dat ziet er niet super goed uit. Kom jij maar eens even hier, meisje. Filou heet ze, Filou. Oké, Filou. Die ketting. Ketting afdoen. En je mag mijn vriendin zijn. Als je die ketting afdoet, prima, maar ja, we gaan dan wel vreemd. Want ze ziet er niet... Oh, god, ik loop weg. Ze ziet er niet super goed uit. Inderdaad. Ook toch dat hij het over haar had, over die Filou. Nou, Filou, kom op. Oké, nou kijk, ze is helemaal... 16, dat is wel heel slecht hoor. Jee, man. De hoeveelste is vandaag? 7e, ik ga even kijken al. Ja, de 7e. Jeze, mee. Nou, doe je die ketting, je hebt 5 seconden, dan ga ik weg. Die ketting af en je mag mijn vriendin zijn. Bla, bla, wat? Hé, hey, vind jij die ketting goed staan dan? Vind jij die ketting goed staan bij de dan? Hola, aloha, zo, ze praat je niet tegen mij. Blijkbaar wel, maar... Oké, ze heeft wel dikke tijd hoor, jeuze mee. Vind jij het goed staan? Ik vind... Jij hebt echt geen smaak. Zij heeft geen smaak, joh. Heeft iemand hier een geel hippie busje? Nee, die heb ik niet. Ga zo! Dit wijf, jongen! Ze zegt dat ik er niet uitzie. Ik heb geen smaak. Ja, echt wel. Jij hebt een boom in je oor. Jij hebt een boom bij je oor. Bij je oor. Jij ziet er niet uit, jongen. Wat zegt zij? Zij zoekt echt ruzie met mij, jongen. Anders ga ik nog naar Marvin toe. Oh, het is die Marvin. Oh, nee. Ja, extra. Ja, het ziet er niet uit. Het ziet er niet uit. Het is geen zomer. Het is geen zomer. Hey. Zie jij mijn pak niet? Zie jij mijn pak niet? Ik ben rijk. Dit is wel een pak. Die, van Hugo Boss. Van Hugo Boss. Oh, shots fired. Oh, ik ben even hard Oh, daarom dat ik geen HC ben. Als zij ermee gaat bemoeien, hè, dan ben ik er helemaal klaar mee. Ja, gaat... Freyox. Hey. Heb ik gezegd dat jij mag praten? Heb ik gezegd dat jij mag praten? Ik ben echt zo'n vriendje die nu... Die nu zo'n hartstikke vriendin controleert en zo. Kom bij me zitten. Ik heb niet gezegd dat je mag praten. Ik heb niet gezegd dat je mag praten. Dus hou je mond eens een keertje, want je mag niet praten, joh, stom wijf die je bent. Hoe is het eigenlijk met Yannick? Die Yannick is zo'n harde werker, hè? Wat is er? Doe je zo onrespectvol? Onrespectvol? Wat nou? Ze is mijn vriendin, ja. Ik mag gewoon zeggen dat ze haar bek moet houden. Dit is zo erg. Ik mag gewoon zeggen dat ze haar bek moet houden. Het is zo erg, joh. Dat kan je niet maken. Oh, wacht. Meisie. Wil je een drankje?
Even kijken of ze wel wat drinken, want we moeten natuurlijk ook wel een beetje een gentleman blijven. Hopelijk heeft ze niemand bij de hart staan. Laten we kijken. Niet. Zo feier lekker ding. Die ziet. Ah, 20. Gadverdamme, ze heeft klomp aan. Wat is dit nou? Nou, die regen. Oh, kijk eens aan. Ze begint te typen. Ja. Ja, wat wil je dan? Ja, wat wil je dan? Je moet wel zeggen wat je wilt. En ik heb niet gezegd dat je moet praten. Ik ben zo een lul. Oh, dit is zo erg. Het is zo lullig, joh, hoe ik het doe. Het is echt lullig. Iets oké. Okay. Ik heb niet gezegd, wow, jongen, dit wijf, joh. Iets oké. Okay. We gaan niet weg. We gaan nieuwe vrienden zoeken. We hebben echt vrienden nodig. Wat is dit dan? Ministerie van Defensie. Oh, hier zijn we al een keertje geweest. Altijd als we hier komen, hebben we ruzie. En ik wou hier een keertje werken, maar dat mag dus niet. Hallo? Kan ik nog geholpen worden? We hebben hier altijd ruzie niet. We gaan me niks verbazen als we dat weer hebben. Echt, het gaat me echt niks verbazen als we nog een keer ruzie hebben. Was dit? Nee, niet. Ik dacht even dat dat het een... Wie? Oh my god, ik weet al met wie wij ruzie gaan maken. Oké, okay, dit is echt van iemand met wie ik echt van droom om ruzie mee te maken hierop. Hey, hallo? Pff. En jij daar? Je ziet er niet uit, man. Kijk dan, joh. Die capuchon. Ik weet niet hoe ik dat schrijf. Hoe schrijf ik capuchon? Capuchon is een Frans woord, volgens mij. Je ziet er niet uit, joh. Ja, je ziet er echt niet uit. Ja, ik weet, joh. Klets je dan op? Dan kan je mijn vriendin krijgen. Dan kan hij mijn vriendin krijgen. Kijk wat hij dan wilt. Best wel stom dat ik hem mijn vriendin geef. Wie is dit? Twee dom, dat is zijn vriend. Black Panther. En ga ze door. Oh, die te vriendin. Katok. En die heeft een andere vriendin. Oh, die is lesbisch. Oh, oké, en die twee zijn wel trouwen elkaar. Oké. En ben je al omgekleed? Je bent nog steeds niet omgekleed. Juliantje. Boom, 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 boom. Ziet er. Oh, het ziet er. Nu zie je er echt vet. Nu zie je er. Je ziet er nu echt goed uit. Volg mij maar. Dan kan je mijn vriendin krijgen. Kijk. Ja. Hij zegt ja. Heel druk. Ja. Oké, okay, volg me. Jij niet hoor. Zei die dat tegen mij? Oh, oké. Okay, dit is er nog hoor. Zit. Oh, oké. Okay. Ja. Schatje, ik heb een nieuw vriendje voor je. Hé, hey, gast, ze is hier zo, niet hem. Drap, we noemen hem wat Drap. Hier is mijn vriendin. Drap, kom nou. Hier is mijn vriendin. Wil je met haar? Hoi. Nee, gozer, kijk nou naar haar, joh. Wat ben je voor een noob? Echt, jongen. Oeh, die ziet er op zich wel goed uit. Die wil ik. Komt ze echt in mij? Nou, kom op. Hallo, gaan jullie nog praten? Geef haar deze bloem. Geef haar deze bloem. Ik ben net alsof ik aan een relatie fixen voor hun twee. Ik ga gewoon een hele relatie maken. Send haar cool. Hey, Johan? Johan, ga weg van mij, meid. Hey, Johan? Johan, oprotten. Mijn vriendin. Ik claim ze gewoon. Hey, schatje. Zo, die drip, joh. Hij gaat gelijk. Bel je met mij. Oh, wat een beest, joh. Wat een beest, die drip. Gelijk wil je met me. Wat een beest. Ik hoef niks van hem. Ja. Oh. Kijk ze autem. Ik hoef niks van hem. Ja. En van jou sowieso niet. Kendrick. Oké, schatje. Wat? Oh, wat
zei tegen mij. Oh nee. Dat pik ik niet. Dat pik ik niet. Zo ben ik niet. Oh my god, dit is zo erg. Dit is van jou. Oh, hij probeert het nog steeds. Wat cute. Oh, wat cute. Dat bobba ik niet, wat? Schat. Schat. Schatje. Heeft hij je wat aangedaan? Aangedaan. Zo jongen, deze twee, die Filou en Drap, die gaan keihard op elkaar in, joh. Die Filou, die wil helemaal niks met hem. Met Drap. Oh, en ze gaat weg van Drap. En nu? Oké, okay, toppie. Zij, hij heeft niks bij haar gedaan. Oké, okay, toppie. Schat, praat maar niet meer met hem. Ga, oh, wat zit je bij de kont? Johan? Johan? Nee, ik meen het, jongen. Johan, je hebt het zo gefukt. Johan, oprotten. Oprotten, Johan. Oh mijn god, Drap, wat doe je met die vliegtuig? Drap, kom heel gauw terug. Drap. Potverdikke me, ze gaan allemaal naar mijn vriendin toe. Potverdikke me, hey, weg van mijn vriendin. Ik, Brendan, weg van mijn vriendin. Ga weg van mijn vriendin allemaal. Drap, help. Ruzie. Drap, ik kan naar Turkije. Die Drap. Ik ga naar Turkije. Die Drap is echt ongelooflijk grappig. Die Drap is echt ongelooflijk. Ik ga naar Turkije. Om hem praten, joh. Wat een roze. Oh, wat een mooi einde ook. Even kijken, wat gaat Drap doen? Hij gaat onder de douche. Oh my god. Oh my god. Laten we de aflevering eindigen. Oh wow. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Trollenbouwboto. Vond je hem nou leuk? Ik vond hem super leuk. Beloon me dan alsjeblieft naar een blauw duimpje. Klik op abonneren. Wat die Drap op het einde zei, dat heeft me echt helemaal kapot gemaakt. Ik heb niet zo lang gelachen sinds dat gedoe met Martin en Emily. Maar dit was ongelofelijk, joh. Drap, ik ga naar Turkije uit het niets. Wat een fantasie, hoor. Maar ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, beloon hem dan alsjeblieft een blauw duimpje. En klik op abonneren. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer met een nieuwe Trollenbouwboto. Doei!